Actievoerders hebben vanmiddag urenlang een brug over de Amstel geblokkeerd. De zogenoemde autolozen demonstreerden op deze manier voor de herinvoering van de autoloze zondag. Het verkeer in het centrum van Amsterdam was door de actie lange tijd ontregeld. Rond 5 uur greep de politie in en een half uur later werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Zo'n 130 actievoerders starten vanochtend vanaf de Nieuwmarkt een demonstratieve fietstocht door Amsterdam. De demonstranten, verenigd in het landelijk overleg Autovrije Zondag, wilden op deze manier pleiten voor de herinvoering van de autoloze zondag. Zij trokken uiteindelijk naar de Amstel, waar ze de Torontobrug bezetten door een barricade van fietsen op te werpen. Voorlopig blijven we hier nog staan. Het is lekker weer. Maar ja, wij zijn een vreedzame groep dansende mensen. En er zijn mensen die over kunnen gaan tot geweld. We zijn niet uit op geweld en zij wekken de indruk dat ook niet te hebben. Hoewel vorig jaar er wel eens een keertje uit de hand is gelopen, maar wij zijn daar natuurlijk niet op uit. De politie, uitgerust met niet meer dan de platte pet, gedoogde de actie lange tijd. Ook het losknippen van de fietsen verliep rustig. Maar tegen vieren raakten de gemoederen enigszins verhit toen de demonstranten met flessen begonnen te gooien naar de politie. De brede politie moest eraan te pas komen om hun collega's te ontzetten. Onder dreiging van inzet van de mobiele eenheid besloten de actievoerders tegen 5:30 de brug te ontruimen. Rond 6 uur was de blokkade opgeheven en kon het verkeer weer gebruik maken van de brug. Er werden geen arrestaties verricht. De autolozen hebben voor de komende maanden nieuwe acties tegen.